Nee, ik snap er eigenlijk niks van. Echt niet. Nee. Heb je al eens pistolen in je nek gehad? Ik heb nog... Nee, ik heb wel iemand die een pistool trok. Maar niet... Wat dan? Wat heeft u mee? Kunt u iets over vertellen? Maar het is toch heel erg dat er geweld is gebruikt tegen vreedzame demonstranten? Ik heb nog lang niet achter moeten gedaan. Ik heb nog veel harder aan moeten pakken. Dan komen ze nooit weer. U bent voor meer geweld? Nou, normaal niet. Maar voor dit wel. Weg weer nog een keer treden. Ja, is duidelijk of niet? Staphorst is gewoon een racistisch boerenkutgat, ja. Left. Heeft u het al gehoord? Wat? Ja, ik heb het gehoord. Waar gaat het over? Ja, weet ik veel. Kinkhout Zwarte Piet stopt ermee. Nou, dat is fijn, hè? Bent u daar blij mee? Nee, natuurlijk niet. Het is toch volkomen belachelijk. Dat ze stoppen? Nee, dat ze er zijn. Wat dan? Huh? Nou, wat dan? Ja, ga nou eens door. Wat is er nou voor stomme vraag, man? Het is toch een racistische karikatuur? Joh, scheid toch uit. Weet je wat racisten zijn? Die zwartdekken. Dat zijn racisten. Pardon? Ja, pardon. Is dat niet duidelijk? Zwarte Piet hot in Nederland. Waarom? Ja, waarom? Dat is de traditie, toch? Uh-huh. Vind je niet? Nee, ik ben gewoon benieuwd wat u ervan vindt. Jongen, loop is te veel donker in Nederland. Wat, te veel? Te veel donker. Dat vindt u? Ja, zeker is. Dus daarom is een racistische karikatuur belangrijk? Hop in Nederland, jongen, Zwarte Piet. Je weet niet wie ik ben. Nee. Maar goed ook. Wie bent u dan? Dag. Meneer, wie bent u? Waarom zegt u zwartnekken? Kunt u daar iets meer over vertellen? Heb je al eens pistolen in je nek gehad? Ik heb nog... Nee, ik heb wel iemand die een pistool trok. Maar ik niet... Wel. Wat dan? Wat heeft u mee? Kunt u daar iets over vertellen? Wat vind je nou van dit dorp? Dit dorp? Dit dorp is een cult. Ah, vertel. Alles hier is incest. Goddienstelijk. In sommige basisscholen mogen je alleen moeders heen als ze rokken dragen. En ik vind het gewoon één groot boerengat hier. Kijk uit, Zwarte Piet stopt ermee. Oh, nou, dat is goed. Bent u blij mee? Ja. Waarom? Nou, mag van mij wel gewoon zo blijven zoals het vroeger altijd was. Ja? Ja. Vindt de racistische karikatuur vindt u prima? Nou, ik vind het niet echt racistisch. Maar, Is dat aan u om te bepalen? Dat niet, maar... Zwarte Piet, nou, voor mij blijven. Wat dan? Ja, ik ben rechts georiënteerd, niet links georiënteerd. Ik ben niet van die woke community, dus voor mij mag het... Uh-huh. Ja, en daar komt het wel op neer uiteindelijk, toch? Maar als u nou kroeshaar opdoet, lippen onnodig accentueert... Kunt u niet snappen dat het een beetje kwetsend is? Nee, ik denk dat een bepaalde groep mensen die vinden het kwetsend. Maar dat is een bepaalde hoek, weet je wel. Want ik heb zelf ook gepigmenteerde vrienden, laat ik het zo zeggen. Die hebben geen problemen mee. Mm-hmm. Ja, weet je? Zoekt u ze daarop uit? Nee, maar nou zie je mij weer in een hoekje drijven. Maar ik zoek nee, is toch gewoon een vraag? Ik denk gelijk, maar ik zoek ze niet uit. Weet je? Het zijn ook gewoon mensen. U luistert gewoon lekker niet? Nee. Wat zegt dat over u? Ja, weet ik echt niet. Je kunt toch gewoon luisteren naar mensen? Een stukje empathie. Jawel, dat kan. Maar dat doet ze niet. Nee. Een vieze sprits. En ik dacht dat het Hugo was. Dat is fucking goor. Geen fan van de sprits? Nee. Hoeveel sterren zou je het geven? Ja, gewoon meer... Die van jou. Ja, hoeveel sterren? Ja, één grote bruine ster. Die achter, in mijn, die achter tussen mij spleet. Je hebt ook van die mensen die noemen ons kaaskoppen. Ons. Die noemen ons witte mensen. Uh-huh. Ja, daar ben ik het ook weer niet mee eens. Maar daar ga ik ook niet een heel ding van maken natuurlijk. Hè? Maar dat vindt u precies hetzelfde. Hoe bedoel je? Nou ja, je verkleden als iemand... Met een bepaalde huidskleur en die je een onderdanige rol geven. Ja, het onderdanige. Nadat je een geschiedenis van slavernij hebt. Ja, maar het onderdanige, kijk, dat halen hun is zelf. Het is hetzelfde als dat ik jou een kaasblokje noem? Nee, natuurlijk niet. Maar ik bedoel, die mensen noemen ons altijd een kaasblokje. Dat hoor ik vaak genoeg. Ik kom uit Amsterdam. Heeft u wel eens naar de activisten geluisterd? Ja, heel goed. Ik vind het gewoon onzin. Waarom? Omdat die mensen die als het hierover gaat en dat iedereen dat volgt, vind ik heel raar. Waarom? Waarom? Nou, ik vind gewoon, dat is hoort bij Nederland en bij de kindertjes. Dus gewoon blijven bestaan. Racistische karikatuur hoort bij Nederland. Ja. Donkerkleurige mensen, die worden gediscrimineerd. Mm-hmm. Maar dat gebeurt ook zonder Zwarte Piet.
Voor racisme hebben we Zwarte Piet niet nodig, zegt u? Nee. Hoe wordt het feest naar de Filistijnen geholpen met een aangepast uiterlijk? Ja, dat ook. Ja, ik kom zelf uit een dorp. Nee, maar hoe? Door gele pieten en oranje pieten en weet ik het wat. Dan wordt het feest echt stukken minder leuk van. Wij zijn er ook mee opgegroeid. Mm-hmm. En die associatie hadden wij ook niet dat dat... Hoe wordt het feest minder leuk van gele pieten? Ja, weet ik niet. Ik heb altijd zwarte pieten voor me. Mm-hmm. Maar hoe wordt het feest nou minder leuk van gele pieten? Ik vind een traditie maken om zeep. Wat gaan jullie vandaag nog doen? Dat moeten ze deze rekenen eigenlijk. Oh. Wat hebben ze hier te zoeken? Demonstratierecht, toch? Ja, ze hebben zoveel rechten tegenwoordig. Niet met hier in Staphorst. Nee, in Staphorst is een soort mini-dictatuurtje? Nee, maar ik vind het gewoon... laten ze in hun eigen plaats blijven, maar niet bij ons. Kom maar! Maar het is toch heel erg dat er geweld is gebruikt tegen vreedzame demonstranten? Ze hebben nog lang niet actie genoeg gedaan. Ze hebben nog veel harder aan moeten pakken. Dan komen ze nooit weer. U bent voor meer geweld? Nou, normaal niet. Maar voor dit wel. Oh, where are you from? I'm from Ukraine. How is it to live in Staphorst? It's okay. It's a very beautiful place, but it's not for young people, you know. Mm-hmm. Because it's not many place where you can chill, like for a weekend, something like that. And also, it's a little bit hard to find a work, because for now I'm working in Meppel. Mm-hmm. Because here, not too much places where you can work, so... Keta is beta! Beta! Ja, hier. Maar dat is er niet, hè? Dat is ook wel een klerenherrie. Dat jongen, ja. Nee, maar... Wij zijn normaal gewoon, ben ik gewoon aan het werk eigenlijk. Maar veroordeelt u het geweld van de lokale Staphorstenaren? Nee. Nee. Voor ons geen geweld. Oh, ze lokken auto, het uit. Auto gesloopt? Nee, ze lokken het uit. Door hier te komen, dat was een provocatie? Ja, juist. Want je demonstratierecht uitoefenen is een provocatie? Ja. Ik vind dit in dit geval wel, ja. En omdat het Staphorst is, hè? Want? Omdat het Staphorst is. Waarom? Wat is er dan met Staphorst? Dat weet u wel goed. Ja, kunt u dat uitleggen? Nee, gewoon Staphorst. Het staat altijd in het nieuws met sommige dingen. Dat weet u ook. Dus heeft het goed dat u negatief wordt weggezet? Ja. Ja. Negatief. Wat snap je dan niet? Ik zeg toch... Waarom u zo gewelddadig bent? Nou, ze hebben hier niks te zoeken. Laten ze in hun eigen plek blijven. Maar dit is toch Nederland? Je mag hier toch demonstreren? Ja, het kan maar Nederland zijn. Maar we hebben er niet om gevraagd. Maar dat is toch zo met demonstraties? Daar mag ook een minderheid hun mening laten horen, toch? Ja, ze wisten het. Dat kun je toch in Europa ook wel zien? Ze moeten altijd even naar christelijke dorpen. Ik vind het niet heel barmhartig. Nee, dat is zeker niet. Ze hun waren ook niet barmhartig. Wat vond u ervan de laatste keer dat ze naar Staphorst kwamen? Nou, ik vond die Staphorst hartstikke goed. U vond Staphorst hartstikke goed? Ja. Het geweld tegen de demonstranten, dat vond u fantastisch? Ja, ze had nog meer geluid met moeten. Meer geweld? Ja. Nog meer, ja. Als mensen vreedzaam komen demonstreren in Staphorst... Je blijft hier zoeken, niks toch? Dat is toch het hele idee van democratie, dat mensen hun mening mogen laten horen? Jongen, dat is al van oudsher al scherp uit mijn. Dat racisme is er altijd al geweest? Of niet, hè? Nooit van Zwart Piet gehoord aan, Sinterklaas? Op school niet eerder? Maar dat kunnen we toch veranderen? Waarom dan? Waarom dan? Omdat het een racistische karikatuur is. Maar zo zie je het niet op. Als je hier nog heen... Dat is toch niet normaal, meneer? Ja, dan krijg je hier doorheen. Maar dat is toch niet normaal? Nee, jij bent niet normaal. Doe maar ook wel. Ik sta u toch gewoon te woord? Maar wat voor type mens is het? Gewoon aardige mensen. Ja? Ja, tuurlijk. Ik mezelf erin. En ik ben hartstikke aardig. Uh-huh. Ik kan ook wel boos zijn. Daar gaat het niet om. Maar ik ben gewoon een aardig mens. En iedereen die ze kent zijn aardig. En what about the people? I don't speak too much with people in Staphorst, but they look very... Wait a second. We're not in a hurry, don't worry. I need to translate one word. Kick-out Zwarte Piet stopt ermee. Oh, dat is jammer. Ja? Ja, oh, dat is mooi. U bent de eerste persoon die een beetje pro kick-out Zwarte Piet is. Oh, wacht, nee, ik zeg het verkeerd om. Nee, dat is juist kut. Oh. Nee, kick-out Zwarte Piet moet juist blijven. Nee, niet. Andersom. Laat maar zitten. Ik ben helemaal verkeerd.
Maar u bent... Ik ben voor Zwarte Piet. U bent voor de racistische karikatuur. Voor de racistische. Zwarte Piet is cultuur. Racistische cultuur? Nee, is geen racistische cultuur. Het is Nederlandse cultuur. Die racistisch is? Ja, volgens u racistisch. Ik ben ermee opgegroeid vanaf kinds af aan. Mm-hmm. Dus je kan opgroeien met racisme, toch? Ja, zeker kan je opgroeien met racisme. Maar als een heel land dat ziet als cultuur, dan is dat toch gewoon cultuur? Nou, niet een heel zijn land, misschien... want er zijn ook mensen die zeggen... Zullen we het aanpassen? Ja, dat zou kunnen, ja. Wat is er mis met Gele Piet? Maar Gele Piet? Eens donder mee, maat. Simpsons is toch ook leuk? Komt er een Gele Piet in? Gele Piet. Ja. Maar ben ik zoveel van kleur hebben. Weg weer nog een keer trainen. Ja, is duidelijk of niet? Dat is toch niet normaal? Dom het toch op, man. Doe zelf. Dit is toch... Wat heb je? Zoek hier. Zoek hier toch. Ik heb toch gewoon een normaal gesprek met u? Voor mij klaar met hem. Het gaat alleen maar om Zwarte Piet, verder niet. Het gaat ook over bewustzijn over het slavernijverleden. Ja, nou, dat is ook niet goed geweest van Nederland. Mm. Maar ja, dat is gebeurd en dan kun je niet weer terugdraaien. Ja, maar dan kun je wel nu daar voor zorgen dat iedereen weet dat dat gebeurd is en welke gevolgen dat heeft gehad. Je wilt de discriminatie helemaal uitsluiten voor iedereen. Een wereld zonder racisme lijkt mij wel wat. Ja, natuurlijk. Maar is dat reëel? Waarom niet? Nou, waarom wel? Omdat mensen kunnen groeien, mensen kunnen ontwikkelen, fouten kunnen worden hersteld. Ja, die kunnen ook hersteld worden, maar de dingen die fout gegaan zijn, die kun je niet weer herstellen. Zwarte kinderen worden gepest, die worden uitgemaakt voor Zwarte Piet. En een rood kind, mijn zus was vroeger rode en die werd ook uitgescholden. Dus dan moet je maar ook, alle roodharigen moeten dan maar in de bres springen. Maar we hebben geen geschiedenis van honderden jaren roodharige mensen tot slaaf maken. Nee. Nou, wij zijn ook slaaf. Wij zijn toch ook slaaf? Van God, of? Nee. Van God? Nee. Van wie dan? Van wie zijn we dan slaaf? Van onze regering. Van het kapitaal? Van de regering, van de elite zijn wij de slaaf. Maar daar kunnen we ook tegen in opstand komen, toch? Nou, doen we toch ook. Ja, daar ben ik dan wel mee eens. Ja. Er komt een man bij de bus. Wacht. Nee, wacht. Er gooit een man een brief in de bus. Zegt de buschauffeur, wat doe je? Ja, pak dat eens op. Heel. Maar het is toch niet normaal om geweld te gaan gebruiken? Ah joh, geef het hier aan jou. Friendly, hè? Very friendly.